Vooraleer we dieper ingaan op bodemschade, is het nodig om eerst enkele definities op een rijtje te zetten. Elk voorwerp heeft een bepaalde massa. We meten dit in kilogram. Elk voorwerp op aarde wordt aangetrokken door de zwaartekracht. De kracht die de aarde op dat voorwerp uitoefent, noemen we gewicht. De sterkte van de zwaartekracht noemen we valversnelling en is ongeveer 10 meter per seconde kwadraat. Eigenlijk varieert die valversnelling lichtjes naar gelang de plaats op het aardoppervlak. Wil je het exact berekenen, gebruik dan in België voor de valversnelling 9,812 meter per seconde kwadraat. We meten dit in newton. 10 newton is dus het gewicht op aarde van een massa van 1 kilogram. Vroeger gebruikte men de termen kilogramkracht of kilogramforce. Met een weegschaal meten we eigenlijk de massa in kilogram. Het mechanisme van de weegschaal compenseert de valversnelling. Uit gewoonte noemen we de massa op een weegschaal toch gewicht. In de badkamer of keuken hoeft dit geen probleem te zijn. Bij het berekenen van formules is het verschil tussen massa gemeten in kilogram en gewicht gemeten in newtons ongeveer een factor 10. Iemand die op een weegschaal 80 kilogram weegt, heeft dus een massa van 80 kilogram en oefent met zijn gewicht een kracht uit van ongeveer 800 newton. Een massa van 1 kilogram voert een verticale kracht uit van 10 newton. Het contactoppervlak onder die massa ondervindt een druk. Die druk wordt gemeten in pascal. Dezelfde massa oefent dus een lagere druk uit naarmate het contactoppervlak toeneemt. Pascal is de eenheid die in het metriekstelsel wordt gebruikt. Dit is het internationale stelsel van eenheden. Maar omwille van historische redenen worden op veel plaatsen andere eenheden gebruikt. Veel gebruikt zijn bar en pound per square inch. 1 bar is 100.000 pascal of 100 kilopascal. Dit is ook 14,5 pound per square inch of 1 kilogram force per vierkante centimeter. Dit is dus de druk die een massa van 1 kilogram op aarde uitoefent op een vierkante centimeter. Als we nu de druk die op de bodem wordt uitgeoefend willen verminderen, kunnen we ten eerste de massa verminderen, bijvoorbeeld door een beperking te stellen op de aslast. We kunnen de druk op de bodem ook verminderen door de contactoppervlakte te verhogen, bijvoorbeeld door bredere banden te gebruiken. En we kunnen de druk op de bodem verminderen door een aangepaste bandenspanning te gebruiken. Massa, gewicht en druk hebben een impact op bodemverdichting, maar dit is afhankelijk van het type bodem en het weer. Verkeerd gebruik van machines kan ook andere bodemschade veroorzaken.